Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen haar e-loket-applicatie gelanceerd. Anastasia Pocky, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, woonde de lancering digitaal bij. Ze zegt dat dit e-loket slechts een aanzet is tot de digitale dienstverlening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat het vooral belangrijk is voor het bedrijfsleven. We hebben het bedrijfsleven betrokken bij deze eerste fase en natuurlijk vragen we de medewerking van het bedrijfsleven. We weten dat we het samen met u moeten doen en we danken u al bij voorbaat, omdat wij heilig geloven dat u ook een bijdrage wil leveren bij de dienstverlening van CBB en ook als het aankomt op uw eigen dienstverlening. En met dit e-loket hebben we dan een aanzet gedaan tot digitale dienstverlening. En nogmaals willen wij uw medewerking vragen. Minister Brontos Omohardjo zegt dat het ministerie geluisterd heeft naar de samenleving. Het gaat vooral om het voorkomen van lange rijen bij CBB. Zodra jij je ID hebt gegeven, geef jij toestemming aan het bedrijf om jouw gegevens op te vragen. Dus zonder jouw ID kan dat niet. En er wordt ook een contract getekend waarbij privacy wordt gevraagd van de mensen. Dus het is veilig. We hebben zoveel mogelijk gedaan om de privacy te waarborgen. In het begin zullen er altijd misschien kinderziektes zijn, maar belangrijk is dat we zijn begonnen. Want dit is vraag van het publiek, naar aanleiding van het onderzoek, om zoiets te starten. Dus ik ben blij dat we zijn gestart, ja. De meest belangrijkste dingen waarvoor men naar CBB gaat, uittreksel, nationaliteitsverklaring, rijbewijs uittreksel. En die is altijd vergezeld van een stempel en een handtekening. Hoe zal dat nu geschieden als het digitaal is? Nou, klopt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan met een QR-scancode, je kan overgaan tot het verificatie van een digitale handtekening. Maar dat hoeft nu voorlopig nog niet. Waarom? Omdat wij de bestanden die wij geven aan de bedrijven, enkel en alleen voor intern gebruikers. Dus als bedrijf A de gegevens opvraagt van CBB, dan krijgen ze die gelijk van ons. En daaronder staat ook, het is alleen voor jou gebruikt. Dus er is geen handtekening nodig op dat moment. Met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft Binnenlandse Zaken reeds een samenwerking, zegt Somohardjo. Rond deze periode is het altijd druk bij de bureaus voor burgerzaken voor het halen van uitreksels voor inschrijvingen op school. En dat proces hebben wij vergemakkelijkt, geeft de bewindsman aan. De bouw van de applicatie heeft bijkans een jaar geduurd en bedrijven hebben de mogelijkheid pakketten van licenties aan te vragen bij Binnenlandse Zaken.